Nou, vandaag even een ander soort dagje dan alle andere dagen. Maroeska en ik hebben een chilldag. We liggen lekker aan het zwembad in ons huisje in Torrox. Lekker een beetje zonnebaden, af en toe het zwembad in om af te koelen. Hapje eten, wat lekkers drinken, een beetje onszelf te wennen eigenlijk. De mannen daarentegen hebben een zeer actieve dag. Die zijn naar Caminito del Rey. Die gaan een bergwandwandeling maken vandaag met z'n tweeën. Aangezien Maroeska en ik allebei hoogtevrees hebben, was dat voor ons niet weggelegd. Dus wij hebben er een lekkere chilldag van gemaakt. En ik moet zeggen, tot nu toe lukt het aardig goed. We zijn lekker aan het genieten en ja, lekker een beetje aan het bijkomen eigenlijk. Dus we maken er een mooie dag van en we zijn heel benieuwd naar wat de jongens allemaal hebben meegemaakt. De mannen zijn terug van hun bergwandeling. Wij zijn bijgekomen. En we gaan nu lekker een hapje eten. Hier zit hij. Het zit gewoon haast op het restaurantje, maar waar we... Hey, dat is het restaurantje waar wij op uitkeken, jij en ik. Waarvan we van de week zeiden, er zit hier achter ook gewoon iets. Wat geweldig. Ik was de naam alweer helemaal vergeten. Zaten we gewoon van de week hier naar uit te kijken. Nou, dit was het, jongens. Marcello is dronken nu, van de zout. Neem even een slokje dan ook. Iets bitterietje. Margarita is lekker. Heerlijk. Zo. Mm. Proost. Salut. Heerlijke wijn. Ja? Het is net spaghetti, weet je? Ja, maar nou. Je moet wel je telefoon weghalen, anders wordt het geen mooie foto. Tussen mijn tieten. Je bent je oriëntatie kwijt. Je kijkt nog steeds naar het scherm. Leuk. Ja? Gaan we nu voor de foto? Eet smakelijk, jongens. Sorry, je bent gemakkelijk nu. Oh. Dokter Beurlaag is bezig hier. Omdat iemand in zeeegels is gaan stappen. Heel erg fijn, heel erg leuk. Kut zeeegels. Kom, poederen. Gewoon doen. Nee, ze keek echt alleen maar naar mij. Nee, maar ze deed iets. Maar met de blablabla. Is dit hoe je je had voorgesteld vakantie te vieren, Maroes? Ja, had ik wel verwacht.